Nooit eerder is de werkwijze op het ministerie van Openbare Werken zo geordend en transparant geweest. Dit zegt minister Rabin Parmisser in gesprek met Reports als hem gevraagd wordt hoe hij omgaat met de kritiek die met de verkiezingen in aanloop op hem en zijn overige collega's ministers wordt afgevoerd door politieke tegenstanders. Parmisser heeft vaker op podia en ieder die zegt over bewijzen te beschikken met betrekking tot corruptieve praktijken op OW, uitgedaagd om met bewijzen te komen over de gepleegde corrupties. Je moet met een rein geweten werken. Je moet primair voor jezelf met je geweten in het reine zijn. Je moet primair werken voor het land. En je moet zorgen dat je comfortabele regels en alles in acht neemt. Alle regels. En dat brengen we naar buiten. We zijn nooit eerder. Met hoofdletters, nooit eerder. Ik heb behoefte om nog een keer te halen. Nooit eerder is de werkwijze op openbare werken zo geordend en zo transparant geweest. Als iemand kan vragen welke projecten van in mijn periode. Hoe is de procedure? Alles is gedocumenteerd. Hoe zijn de bestekken? Kunt u lezen. De advertenties, de procedures. En welke aannemers ingeschreven hadden, tegen welke bedragen en waarom de gunningscommissie. Er is een gunningscommissie. Het is niet de minister die uit het hoofd A of B of C. De gunningscommissie wat adviseert, dat het naar de onderraad is geweest en al die procedures. Want mensen staan er niet bij stil hoeveel administratieve procedures we moeten doorlopen voor een project gestart kan worden. Weet je, dat zijn zaken minimaal die we na moeten nemen. En dat wordt gedaan. Dus over alles zijn we. Het is gedocumenteerd, het is toegankelijk. Kraat bekijkt het allemaal en daar ben ik blij om. Want je werkt voor de samenleving, je gaat met gemeenschapsmiddelen om. Dus, en ik ben blij dat we zoveel projecten samen hebben kunnen doen. Ook vele transformaties. Verloop al van overdag naar 's avonds. Om een van de vele voorbeelden te noemen. De discipline inzet van het kader van OW of het totaal personeel. Dat we, daarom waren we ook bijvoorbeeld de hele dag gisteren met Nikeri, met een paar relevante dienstoven, 8 mensen uit Nikeri, verschillende afdelingen. Hier komen doornemen, alles toch? Hoe geschiet dat? Zo worden de procedures bewandeld, et cetera. Dat doen we primair voor onszelf. Altijd controle van buiten, zij is welkom. En dat we daarop, weet je, goed voorbereid zijn. Het is primair dat je eigen organisatie goed loopt. Weet je? Dus als mensen. Weet je, ik lach soms en ik dacht wat zielig. Je hoort mensen nu van de toren blazen. En toen ze aan de macht waren, wat hebben ze daar gedaan? Met welk recht praten ze? U hebt net gehoord, er is een persoon geweest die zegt, tot 3 keren toe heeft hij valse beschikking gehad, toch? En als ik hoor, u weet precies welke mensen en welke partijen daar waren. En dan, wat hoor je de mensen zeggen? Zij gaan voor eerlijkheid. Deze regering is corrupt. Zij hebben een commissie om te kijken dat mensen aan grond geholpen hebben. Terwijl ze al die jaren grond geroofd hebben van arme mensen. Ja, toch? Dus, men loopt dus aan. Dat is weer duidelijk bij dit soort activiteiten. Ja, het is heel jammer hoor. Hoeveel schoolterreinen hebben ze niet afgepakt? Kijk wat we moeten doen. Kijk wat aan de markt, op veel verschillende plaatsen. Zoveel sportfaciliteiten hebben ze afgepakt. Zoveel percelen van arme mensen hebben ze afgepakt. Ik kan zo doorgaan. Zoveel dubbele uitgiftes hebben ze niet gedaan. Zoveel cases zijn niet naar de rechter gegaan waar ze bewust fouten hebben gemaakt. Om het land zoveel miljoenen en vele miljoenen schade te betalen. Want zij hebben er baat bij. Het zijn hun mensen die dat geld ontvangen, terwijl zij bewust die fouten maken. Ach, het reetje is echt lang. Ik wil me niet laten verleden in onze dag, in tijd van onze kijkers, ja toch, aan dit soort rommels van hun, die zich uitgehaald hebben en die stemmingmakerij van hun. Wij zijn met het land bezig, maar van tijd tot tijd, wanneer je dit hoort, is goed de mensen uit te leggen. Waar waren wij in 2010? 2010, daarvoor ook wel. Wie waren de mensen in de regering? En het zijn dus, ik ben blij dat ze allemaal bij elkaar zijn. Ja, toch? Dan hebben we alles bijeen. Ja, toch? Wat ze meegemaakt hebben. Abong? Komt u ook nog op een lijst ergens? Kandidatenlijst?
Dat is aan de partijorganisatie. Ik ben bezig met het land. Ik ben bezig met de partij ook. Laten we dat duidelijk zijn. En de besturen, de organen, zullen dat zich uitspreken. Permisser daagt iedereen uit om met bewijzen te komen over corruptie op OW. De bewindsman neemt het ook op voor zijn voorganger Ramon Abrahams, met wie hij in Osser op de jaarafsluitingsvergadering de ruzie heeft bijgelegd. Brian Hoashu, voorzitter van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Nikeri, zegt dat de partij zaterdag aanstaande haar eerste ontmoeting met de achterban zal hebben in Nikeri. De jonge partij die onder leiding staat van Waldi Nine heeft een strak programma in elkaar gezet voor de dag en Hoashu vertelde de reports het fijne van. In feite willen we ons zichtbaar maken omdat het een nieuwe partij is. En we houden een resortmeeting te Soelom. En hebben we een paar activiteiten georganiseerd. Die start vanaf 10 uur 's morgens. En die start is vanuit Soelom. Een optocht met de auto's. Waar gaat die optocht allemaal langs? Voorbij de G.G. Menastraat. Van Soelom uit G.G. Menastraat, Zeedijk, Viertorenweg, Quarantijn, daarna de Jakartaweg, Kassavenweg, Groenteweg en achter Ramdi in de Hein van deze straat terug richting Binnenweg Paradijs, omgeving Paradijs en terug op Soelom. Waarom een meeting als deze in Nikeri? Het is een jonge partij. Hebben jullie wel aanhang in Nikeri? Toch wel. Die dag zul je het wel zien. En daarvoor zijn er ook nog andere activiteiten? Ja. We hebben 12 uur. Begint een voetbalwedstrijd tot en met 4 uur. En dan om 4 uur beginnen we met een fietsen-zone battle. Sluitstuk, 9 uur 's avonds, een partijvergadering. En achteraf nadien ook nog cabaret en dansen met Giorgio en Risti. Wat moeten we verwachten daarvan? Dat het een klapper wordt en waar wordt de vergadering precies belegd? De vergadering wordt precies belegd op Soelom zelf. En die starten we om 9 uur. Ja, 9 uur en daarna duurt de vergadering een uurtje. En daarna beginnen we met die cabaret. Helemaal vanuit de stad. Als ik het goed heb van komen wenen. En daarna, na de cabaret, 12 uur, dan starten we met die entertainment van Giorgio en Risti. Het wordt een hele gezellige dag, als ik het zo merk. Zal de voorzitter van de PDO er zelf ook bij zijn, de top van de PDO? Jawel, jawel. Het gaat een bom zijn. Uw boodschap naar Nikeri toe? Stembewust. Wij beloven niet, maar we doen ons best. Hoashu, die zeer optimistisch is over de meeting van zaterdag.